Goed, misschien kan je het wel echt net zien, maar ik ben net wakker. Ik ga even een soort statief maken hier. Goed, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ben ik dus bij mijn ouders, want ik heb vandaag een Halloween feest. En ik dacht, misschien is het leuk om de voorbereidingen met jullie weer door te nemen. Dus een soort get ready with me, maar ik ga niet helemaal met mijn sminken zo laten zien. Een soort vlog, maar dan met een get ready with me voor Halloween. En ik ga zo meteen eerst volleyballen, dus ik heb eerst nog heel lekker een volleybalwedstrijd. En dan ga ik daarna weer terug hierheen. Dus Dave is er ook. Dave gaat als vogelverschrikker of als duivel. Maar ik denk als vogelverschrikker. Dan gaan we onze lookjes laten zien en wat we allemaal daarvoor doen. Oh ja, ik ga dus als de Joker. Ik hoop dat het gaat lukken. En ik heb daar wat dingen voor gekocht. Maar mijn zusje gaat eigenlijk mijn make-up shit doen, want daar is goed in. Maar eerst wilde ik het wel zelf doen. Alleen toen kwamen we achter dat het feest zeg maar heel dicht bij mijn ouders huis is. Dus we dachten, gewoon lekker hierheen en als spritter is dan easy peasy. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb dus dit palet gekocht van NYX Ultimate. Dat was 15 euro bij de Ethos. Vooral voor de felle kleurtjes. En ik dacht, weet je, dit kan ik ook gewoon nog een andere keer gebruiken. Dan heb ik bij de Hema een rode lipstift gekocht, zoals je kan zien. Want hij heeft rode lippen. Dus gewoon classic. Het is 934 classic red. Ik ging dus naar de Solo, want ik dacht, daar heb je al je Halloween dingen. Dus ik dacht, ik ga zo spray voor in mijn haar dat het zeg maar groen wordt. Maar couldn't find it anywhere, dus ik heb gewoon maar groene smink gekocht. En dat ga ik dan maar in mijn haar pleuren en hopen dat het groen wordt. Ik heb hier ook dit, want ik wist niet of het beter was. Dus ik heb het maar allebei meegenomen. Voornamelijk voor in mijn haar, mijn wenkbrauwen. En ik weet natuurlijk niet of het gaat lukken, dus we gaan het zien. Dan ga ik eerst volleyballen. Oh ja, wacht, ik heb ook nog iets anders. Ik heb mijn nagels dus in groen en paars gelakt. Ik vond dat wel toepasselijk. Heel veel kijkplezier. Doe vast een duimpje omhoog. En dan ga ik lekker volleyballen. Het is een belangrijke wedstrijd en we moeten winnen. Dus ik heb nog geen stress, maar dat komt nog wel. Het is een stuk later, kijk maar. Het is donker buiten. De wedstrijd hebben we gewonnen met 4-0. Dus gewonnen en goed gespeeld. Happy. Het was een hele belangrijke wedstrijd om te winnen. Dus heel blij mee. Maar ik dacht, ik moet even een plekje vinden. Nou, dat is niet zo heel mooi, maar maakt niet uit. Ik dacht, ik ga even laten zien welke kleding ik ga aandoen. Want die ga ik dan nu aantrekken en dan gaat Britt daar mijn make-up doen. Allereerst heb ik een witte blouse. Hier zo, hashtag beautiful, die ga ik aandoen. Wat heb ik daaronder? Want ik wilde eerst eigenlijk alleen een blouse, zo'n blouse shirt. Maar ja, ik ben heel erg lang, dus een blouse shirt kan eigenlijk nooit. Zwart rokje gewoon voor de onder. Leuk, wat ik blouse in doen. En heb ik deze panty. En die ga ik dan kapot maken. Dat vond ik leuk, dat er gewoon zo van die gewoon kapotte dingen in zitten. Maar dan ga ik nu even omkleden en dan zo meteen terugkomen bij jullie. Nou, ik heb me nu omgekleed. Ik zal hier even laten zien hoe ik er echt uitzie. Ik zie er een beetje uit als schoolmeisje. Maar ik moet mijn make-up nog doen. Dus als het goed is, komt het dan goed. Dit is de look. Nou, mooi van kamer gewisseld. Hier gaat Britt mijn make-up doen. Deze mooie kruk waar nu deze föhn ligt. Oké, ik ga even het licht staan. Oh, jeetje, wat een lelijk licht. Maar hier kan je zien dat mijn haar heb ik nu groen gemaakt. Dave is ook bezig bij Britt. Oh, kijk mijn handen. Oeh. Dit is de make-up. Britt heeft het voor me gemaakt. Yes. Kretste haar. I love it. Ik ga nog misschien wat meer groen erin doen, maar dan ben ik ready. En dan moet ik nog mijn panty kapot maken. En het is alweer een aantal dagen later, want ik film even mijn auto een andere dag dan dat ik de video heb gefilmd. Het was namelijk heel erg gehaast, anders kwamen we te laat op dat feestje. Dus bij deze, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog
En abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort content. En zet in de reacties wat jullie zijn geweest voor Halloween. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En dan zeg ik tot de volgende keer.